Nou, hallo allemaal, daar ben ik weer. Het nieuwe weekvlog, weekvlog nummer 25. Ik zie er misschien niet al te florissant uit, maar dat komt omdat ik dus gisteren mijn operatie heb gehad. Daar ga ik zo direct ook even wat over vertellen. Want er is een hoop gebeurd. En ik had zoiets, ik ga het gewoon met jullie delen ook. Er is eigenlijk nooit een goed moment om het te gaan delen. Dus ik denk, ik kan het net zo goed gelijk maar gaan doen. Dus Dennis komt er zo direct ook eventjes bij zitten. Maar in ieder geval een nieuw weekvlog. Weekvlog 25. Waarin ik even wat minder aanwezig ben. Omdat ik het niet continu over ziek, zwak, misselijk en dat soort dingen pijntjes wil hebben. Dus Dennis gaat ook gedeeltelijk dit weekvlog overnemen. Dus laat jullie wat dat betreft gewoon lekker verrassen ook. Dennis neemt gewoon de camera mee. Die gaat gewoon van alles nog wat filmen. En dan zien we wel gewoon wat dit weekvlog uiteindelijk allemaal gaat opleveren. Dus in ieder geval welkom. Jullie hadden het natuurlijk al in het vorige weekvlog gehoord dat ik dus onder het mes moest. En dat is dus gisteren gebeurd. Gisteren ook weer thuisgekomen. Het gaat naar omstandigheden ook gewoon prima met mij. Nog wel wat pijntjes. Maar goed, daar ga ik zo direct even over vertellen. Voordat ik ook verder ga, gewoon nog eventjes ook de oproep om je te abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog geen abonnee bent. Want ik zag tijdens het bewerken van het vorige week vlog dat toch best wel veel van jullie vaker naar mijn video's kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Dus mocht dat het geval zijn, zou ik het super leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En dan verschijnt er ook een belletje als je op de abonneerknop geklikt hebt. Dan, als je daar dan op klikt, krijg je in het vervolg ook nog een melding en dan mis je dus helemaal niks. En een duimpje omhoog zou ik ook enorm waarderen onder deze video. Dus eventjes het standaard praatje. Excuus ook af en toe voor het gekuch en keelraspen wat ik doe, want ik heb ook nogal een kriebel in mijn keel. Dat is vanwege de tube die ik ook in mijn keel heb gehad tijdens de operatie, want ik ben onder ogen heel aan de narcose gegaan. Ik ben nog niet in staat om volledig goed door te hoesten, want dan gier ik het uit van de pijn. Dus jullie zullen me waarschijnlijk even wat vaker mijn keel horen schrapen. Dus excuus daarvoor. Ik ga in ieder geval alvast eventjes beginnen met het uitpakken van mijn pakketjes van de 12 Days of Summer stekenmarkeerde box. Ik heb er twee te gaan. Gisteren natuurlijk niet gevlogd, omdat ik toen echt koos comatoos was. Alhoewel ik er goed uitgekomen ben. Maar gisteren dus niet gevlogd. Dus vandaag is het de 16e. Dus we gaan gewoon lekker twee pakketjes uitpakken. Begin ik met die van gisteren. Dat is die van 15 juni. En dit is dus de 12 Days of Summer steekmarkeerde box, noem ik het maar eventjes, van Alexa, van Amelisli Dolls. En daarmee tellen we dus af in 12 dagen naar de zomer. In het vorige weekvlog ben ik ermee begonnen en dit weekvlog ga ik er gewoon lekker mee door. Dus even kijken hoor, het zakje is leeg. Het zakje wil even bewaren, zodat ik zo direct nog even een foto kan gaan maken voor op Insta. Dat ligt niet even aan bij je. Nee hoor, ik heb genoeg licht. Oh, dat is ook weer leuk. Kijk, dit is dus van Amelisli. Amelisli? En dat is dus weer een hele mooie schelp. Met een hele mooie schelpsteekmarkeerder. Dus die is van de 15e. Oep, niet te ver voorover buigen. Even een beetje van houding wisselen. En dan het pakketje van vandaag, nummertje 16. Het is ook een beetje een raar dagje vandaag, want vandaag is ook mijn moederjarig. Dus het is ook een beetje raar dat je daar niet bij aanwezig kan zijn. En eigenlijk stond het ook op de planning om vandaag dus vanuit mijn werk richting Maren te gaan. Om samen met Forna Miranda, Eva en Joke naar het handwerkfestijn te gaan in, was het nou, Hoevelaken. Ja. Het liep dus allemaal eventjes wat anders. Ja, dit is hem. Dus ja, het zijn een beetje rare dagen zo, maar goed. Wil je nog drinken? Nee, ik heb hier mijn fles staan en een bouillonnetje. Kijk. Oh, dat is ook leuk. Even kijken of er voor- en achterkant op zit. Ja, kijk. Dat is die dus van vandaag, een flamingo. Leuk. Crisis.
zijn de stekenmarkeerdertjes van vandaag en gisteren. Oh. Ga ik die straks nog even op de foto zetten voor op Instagram. Zo, en toen zat Den naast mij. Het is even een beetje raar. Dat was de knip. Ja. Ja, we gaan nu voor het weekvlog verder. Het is even raar filmen. Oh, het is jullie zullen nu ook waarschijnlijk wat denken van, huh? Ik denk zo zit hij met steekmarkeerders en zo ineens zit Dender. Maar dat heeft alles even te maken met de uitleg die ik dus net gegeven heb over mijn OK die ik heb gehad. We hebben echt ruim een uur vol zitten kletsen ook van het hele traject waar ik ingegaan ben. Het liep een beetje ben. Uit. Ja, dus we hebben eigenlijk besloten om er een aparte video van te maken. Dus daar heb ik net nog weer eventjes een introotje voor opgenomen, ook samen met Den. En nu gaan we dus lekker verder met het weekvlog. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, ga ik dus nu eerst nog een batterijwissel doen. Dus jullie zien ons zo weer een zo knip, ja, die terug. Batterij komt ineens in beeld. Ja. Met zo'n, en gaat het dan zo snel? Als zo'n batterij... Gewoon even uit voorzorg. Niet dat midden in het verhaal een ploep weg is, want er zit weer een knip in. Het... Ja, we weer een knip. Er is al genoeg geknipt. Ja. Dus we gaan even een batterijwissel doen en dan komen we eventjes terug. Ja, nieuwe batterij en in de vlogstand. Genoeg serieus gedaan. Zo. We staan nu weer in de keuken. Ja, het is volgens mij een heel raar begin van het weekvlog. Nou, moet ook eventjes kijken hoe ik dat helemaal ga in elkaar flansen met video bewerken. Want het is allemaal een beetje apart geworden zo. Maar ja, was ook niet in de planning. Maar we hebben dus net eventjes apart een video dus opgenomen van de situatie waar ik momenteel in zit. Mocht je die video nog niet gezien hebben en ook zoiets hebben van... Nou, jullie hebben al in de video gewaarschuwd van het is niet heel erg leuk nieuws. Dus... ik klik hem weg. Helemaal prima. Vertel ik wel even een klein beetje in het kort. Echt in het kort, voordat jij weer begint te ratelen. Wat de situatie is. Dat doe ik nooit. Ik ben dus gisteren geopereerd. Dat vertelde ik natuurlijk ook in mijn vorige weekvlog dat ik operatie heb gehad. Oh, wacht even. De aroma komt hier tegemoet. Duncan is even bezig. Ik ga even... Duncan is aan de beren haken. Maar goed. Ik ben dus gisteren geopereerd en... Ze liggen op tafel. Ja, die hebben dus gewoon in die voorlichtingsvideo, zeg maar... Wat ik tegenover daar ligt op tafel? De meloenen. Oh, de meloenen. De vergrijking. Oh. Ja, dat was wel een... Dat zei ik de vorige vanmiddag... Moet ik zeggen pakken? Nee, je was met een keutel bezig. Ja, maar hij is nog aan het schrapen. Hij gaat naar China. Dennis die had fruit gekocht en er lagen dus twee meloenen hier op het aanrecht. En toen zei ik gisteravond tegen Devin... Oh, dat omschrijft de situatie eigenlijk best wel goed zoals het was bij mij. Ik heb hem alleen verkeerd. Ja, nee, ik heb hem goed op. Nee. Dit was rechts, dit was links. Ja. Of is links, dat was rechts. Ja. Want die is weg. Ja, nou dan heb ik ze het goed om. Ja. Ik ben dus geopereerd aan de onderkant. Het klokkenspel is incompleet inmiddels. De rechter is eruit geplukt. Samen met de leider erbij ook. Maar daar ga ik nu voor de rest verder niet zo heel veel over uitweiden ook. Mocht je daar meer informatie over willen hebben, dan vertel ik dat dus in die aparte video die we opgenomen hebben. Het gaat goed met mij. Nou, omstandigheden natuurlijk. Ben geopereerd. Gisteren gebeurd. Gisteren ook thuisgekomen. Na pijn valt reuze mee. Ik loop wel nog een beetje kreupelig, noem ik het maar eventjes. Omdat het gewoon echt heel erg gevoelig is. Ik heb dus een... ben ondertussen onderweg naar de lamp. Maar het duurt even. Even licht in de hut. Ik kan gelijk de gordijn even dicht doen. Ik loop dus wel eventjes wat moeizamer. Vanwege, de operatie. Ik heb dus een wondje op mijn schaambeen zitten. Daar ben ik geopereerd. En dat is dus ook het meest gevoelige rondom mijn schaambeen aan de rechterkant. Dus vandaar dat ik dan eventjes wat beroerder loop ook. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen last gehad van de narcose. Goed uit de narcose gekomen ook. Pijn is ook prima te doen. Alleen twee keer vandaag even moeten hoesten. Nou, dan gier ik het uit van de pijn. Dan springen ook echt de tranen in mijn ogen. Dat is gewoon echt niet fijn. En zoals jullie dus kunnen merken, duurt het eventjes voordat ik op een andere plek ben met lopen. Maar het gaat verder gewoon goed met mij. Moet nog even de uitslagen allemaal afwachten. En dan zien we wel allemaal hoe het gaat. Maar dat is eventjes in het kort wat er dus gebeurd is. Er is een bal weggehaald en CT-scan gehad naar de operatie, bloedonderzoeken gehad en de 26e krijgen we de uitslagen. En dan gaan we wel zien wat het traject verder gaat worden. In ieder geval,
Ik heb echt ontzettend veel berichten en dat soort dingen allemaal gehad. Allemaal steunbetuigingen, dus echt allemaal daar dankjewel voor. Vandaag een hele mooie bos bloemen gekregen van mijn collega's van de locatie. Ik heb voor mijn werk natuurlijk twee locaties. In één locatie heeft deze bos opgestuurd. Echt ontzettend lief. Ik heb inmiddels al wat kaartjes binnengekregen ook. Echt heel veel mailtjes, heel veel appjes. Ook via de Messenger allemaal berichtjes gekregen. Via Instagram waar ik een foto had geplaatst. En ontzettend veel berichten gekomen ook. Allemaal steunbetuigingen en zo. Dus dank jullie wel er allemaal voor. Maar het gaat dus gewoon goed met me. Dus ja. Op creatief gebied zal ik even wat minder actief zijn nu. Want gisteren thuis gekomen, vandaag thuis. Ik heb echt nog werkelijk geen steek gehaakt. Ik heb mijn landscape sjaal, de bak, dat staat hier op de grond bij me neergezet. Ik heb een doosje erbij staan nog voor het Carolientje waar ik aan het haken ben. Maar ik heb echt nog geen steek aangeraakt. Echt. Ik loop wat heen en weer. Ik lig op de bank. Ik slaap af en toe. Schoonmoeder is vandaag nog even gezellig langs geweest ook. Morgen komt mijn moeder nog even langs ook. Lekker ijsje. Lekker ijsje. Eindelijk meer ijsje gehad. Dus ja. We gaan het in ieder geval wel zien deze week hoe het allemaal gaat lopen. Dennis gaat dus ook vloggen. Dat hebben we de vorige week kwam het ineens spontaan op. Dus Dennis gaat ook gedeeltelijk het vlog overnemen. Mocht ik iets te melden hebben of wat dan ook, dan pak ik de camera. En anders gaat Dennis gewoon doen. Dus het is voor mij ook gewoon echt een complete verrassing wat ik straks allemaal ga aantreffen met het bewerken van de video's. Ook wel weer eens heel erg leuk. Dennis vuurdoop als vlogger. Ik ben benieuwd hoe hij het vanaf gaat brengen, maar dat wordt vast heel erg leuk. Hij heeft al genoeg camera ervaring ook, dus dat komt vast wel goed. Maar in ieder geval, nieuw weekvlog. Hij begint dus een beetje raar, maar dat komt ook dus omdat er ineens spontaan een andere video tussendoor kwam die we aan het opnemen waren. Dus zorg er gewoon voor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Op het belletje geklikt hebt om een melding te ontvangen. Duimpje omhoog voor als je de video leuk vindt. En laat ook vooral een reactie achter. Vind ik ook altijd erg leuk om te lezen. En dan ga ik jullie voor nu in ieder geval heel veel plezier wensen met het kijken van dit weekvlog. Ik ga het proberen niet te veel over het hele gebeuren te hebben. Ik wil het gewoon leuk houden. Het zal misschien af en toe wel eventjes iets voor het hele proces voorbij komen. Maar ik ga het niet continu hebben over mijn ziek zijn. Het is achter de rug. Afwachten tot de uitslagen nu. En voor de rest hebben we echt zoiets van, we gaan er gewoon wat leuks van maken. Dennis is gelukkig ook nog de hele week lekker thuis. Dus dat is ook wel erg fijn. En dat zeg ik, we gaan wel zien hoe de week gaat lopen. Dennis ga ik jullie in ieder geval lekker meenemen ook. Ik kom even goed ook af en toe nog eventjes in beeld natuurlijk. Want ja, het is tenslotte wel mijn creatieve wereld, hè. Nee, dat ga je allemaal straks in de vlog zelf doen. Ja, ja. Als je een vlog gaat overnemen, moet je het ook goed doen. Bereid je maar voor, want de week is nog niet eens begonnen. Dan mag je wel een paar batterijen gaan vullen. Want oh jee, heb de smaak te pakken. Nou nee, nog niet. Dan wordt er ook geknipt. Kan natuurlijk ook nog. Het wordt heel veel werk voor mij dan. Ja. Nou, komt wel goed. In ieder geval veel plezier met het kijken naar de weekvlog. Dennis neemt hem dus over. Ik ben heel erg benieuwd. Ik laat me ook gewoon verrassen. En ja. Laat jullie ook maar gewoon lekker verrassen. We gaan wel zien wat het gaat worden. Hoi en welkom bij het nieuwe weekvlog. Welk nummer weet ik niet, maar volgens mij, voordat jullie dit zien, heeft Mike iets ingesproken over dat het een nieuw weekvlog is. Welk nummer, dat hoor ik Mike er altijd bij zeggen. Ik ben dit niet gewend, ik zit wel vaak in beeld, maar om mezelf verantwoordelijk voor zijn en dan achter elkaar zo alles eruit brabbelen wat Mike allemaal zo kan, dat ben ik nog niet echt gewend, maar ik heb ook al wel besloten dat ik niet continu die camera uit ga zetten en opnieuw omdat ik vind dat ik iets verkeerd zeg of wat dan ook, of dat het niet klinkt. Het is wat het is. Misschien dat Mike nog wat kan knippen en anders is het wat amateuristisch, maar ik denk ook niet dat het uitmaakt. Het is vandaag, oh ja, dat zegt Mike daar dan ook altijd bij. Even kijken, zaterdag 17 juni, rond een uur of 11:30 nu ongeveer, eventjes eroverheen. En nou ja, ik ga beginnen met het eerste filmpje voor de weekvlog. En om te beginnen had ik eigenlijk een verzoek aan jullie.
Ja, ik weet niet precies hoe ik daarmee moet beginnen. Gisteren hebben we, dat is al gepubliceerd dan, voordat deze online komt, dit weekvlog. Gisteren hebben we een filmpje gemaakt, dat zouden we eigenlijk in dit weekvlog erbij doen. Maar dat werd zo lang en dan geeft Mike uitleg over eigenlijk, nou ja goed, wat er op dit moment met hem aan de hand is. En over de operatie en allemaal dat soort dingetjes. Maar dat, ja, we dachten van, dat doen we even erbij. Maar dat werd uiteindelijk een filmpje van een uur. Dus ik van, nou, dan maken we een apart filmpje van een aparte film. Die staat al online. Dus als je die niet gezien hebt, is het misschien goed om die eerst even te bekijken. Of een gedeelte ervan. Want ja, ik zeg, het is dus al een uur. Daarom neem ik ook het vlog een beetje over. Nou, vandaag een nieuwe dag. Het gaat redelijk. Hij had net alleen wel, moest hij niezen. Nou, kan je voorstellen als je geopereerd bent en het is allemaal wat gevoelig. En hebben een snee met hechtingen erin. Als je dan hoest of niest, nou dan... dat was niet zo fijn. Maar het leek me wel leuk om een oproepje te doen in dit weekvlog. Dat weet Mike niet. Maar ja, ik kan de beelden niet bewerken. Dus uiteindelijk, als hij dit ziet en hij gaat dit posten, ziet hij natuurlijk deze oproep waar ik mee begin. En dan komt dat gewoon in het weekvlog. Dan weet hij het, maar niet eerder. Het leek me zo leuk om Mike een beetje een hart onder de riem te steken. Los van alle leuke en lieve berichten die zeker al op YouTube staan, onder de berichten. Misschien is het wel leuk om te vragen aan de volgers. En dan, het moet zeker niet, niets moet, het mag wel. Als je het ook leuk vindt, als je het kan, om Mike een kaartje te sturen. En dubbel leuk zou het dan zijn als iets bij die kaartjes of op de kaart met een klavertje 4 zou zijn. Maar een opkikkertje of een gewoon kaartje met beterschap of nou ja, noem het, je kan het zelf wel bedenken. Dat maakt het natuurlijk, dus ook allemaal prima. Maar ik stelde me dan zo voor dat ze misschien een aantal kaarten dan op tafel of op weg valt. Dat je nou dan eigenlijk een zee van klavertjes hebben om voor de goede moed, voor het herstel. En toen dacht ik van ja, moet ik dat dan, hoe moet ik dat dan regelen? Om Mike daarmee te verrassen en om echt een hart onder de riem te steken. En dat hij dan hopelijk een aantal kaartjes krijgt. Maar ik vond het ook wel een risico. Ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven. Maar ja, ga je dan je eigen huisadres zomaar op YouTube plaatsen? Van nou, sturen daar maar heen. En dat vind ik van ja, weet je, is er niet een andere mogelijkheid? En toen heb ik contact opgenomen met een supermarkt met een postagentschap erin. Of een postpunt in het veld. Dat is een dorpje waar ik ben opgegroeid. Mijn ouders wonen daar nog. Dus die heb ik gebeld net. En aangegeven, joh, ik ga een weekvlog overnemen. En ik wil eigenlijk in dat weekvlog een oproep doen. Om een kaartje te sturen. Mag ik jullie adres daarvoor gebruiken? Ter attentie van Michael Wassenaar. Dat er eventueel kaartjes dus binnenkomen op jullie adres. Dat vond ze een heel mooi, leuk idee. Nogmaals, voel je echt niet verplicht of wat dan ook. Het is gewoon puur, leek mij een leuk idee. En niet is ook goed. Hè? Dat maakt niet uit. En ik zou zeker, Mike heb, maar dat zeg ik even stiekem. Nee, want Mike ziet het toch. Maar Mike heeft heel veel wol, heel veel garen. Noem het maar op. Dus stuur geen. Je mag een pakje opsturen, maar stuur geen dozen op met garens of wat dan ook. Want heb echt daar genoeg van. Dat is natuurlijk ontzettend leuk bedoeld, maar dat hoeft niet. Want dat, daar hebben we echt genoeg van. En hij ook. Hè. Dus ik ga nu even het adres omhoog houden en dan noem ik het even op ook. En ik zou je eventueel, als je dan nu het beeld op pauze zet, dan hebben we het adres in beeld. Dat is een supermarkt in het veld. En de supermarkt heet Super het Veld. En die super is dan met 3 R op het einde. En het adres is Rijderstraat met dubbel S 86. En dan zou je er dus op bij kunnen zetten ter attentie van Michael Wassenaar. En dan is de postcode 1735 GE. Dus Gerard Eduard. Het veld. En dat schrijf je comma T, veld met een D. Oh, en dat rijmt ook nog. Dus super, het veld. Ter attentie van Michael Wassenaar. Rechthuisstraat 86, 1735 GE, het veld. En Mike, als je dit filmpje gaat bewerken en je denkt, hallo, dit hoeft toch helemaal niet. Dit is mijn vlog.
Dus je gaat bewerken en je laat het erin. Dus, nou, daar wou ik mee beginnen. Dus, nou, oké, dat gaan we niet knippen. De camera die valt op de grond. Met een heel charmante oeh. Ik ga nu, dan hebben we dit gehad, dan ga ik even de camera oppakken. En dan neem ik u eventjes mee naar Walhalla. En dan door naar beneden, naar zijn auto. Laat ik eventjes zien waar ik nu mee bezig ben. En waar Mike mee bezig is voor zijn Walhalla. Maar dat gaat nu even niet. Dus ik ben eventjes aan de til. Deze zijn net geleverd. Twee grote dozen. En dit zijn allemaal nieuwe... Dit is een grote vakkenkast. En dit zijn dan die dozen die in die vakken gaan. Nou, dat is allemaal voor, om de wolletjes goed in te bewaren. Een grote kast. Dan loop ik naar zolder. Ik weet nog niet... Ja, Mike heeft het wel gezegd, maar dat weet ik dan weer niet. Waar die precies komt. Maar hierboven, zo, in Walhalla. Kijk, deze staat nog klaar. Daar had hij er dus 5 van. Ik heb er al 4 naar beneden getild. En die erachter, dat ladenkastje, dat gaat ook nog weg. Deze, nou dat heeft Mike echt wel al gefilmd, zeg maar. Dit zijn de, ook dit, zo'n soort kast wordt het geloof ik, maar dan groter en breder aan elkaar. Hoe je dit dat precies, waar hij dat precies terecht wilde zetten, weet ik niet. En Mike, als ik dingen film wat je eigenlijk niet in beeld wil nog hebben op mijn Walhalla, dan moet je dat toch maar even knippen. Dus deze gaat nog naar beneden. Er staan er al 4 beneden. En die ga ik dan straks wegbrengen. Zo, loop ik gewoon eventjes... Zo, ja, het zijn allemaal actieshots misschien. Zo. Nou, die moet ik nog naar zolder tillen straks. Hier beneden. Zo. Staan er al 2. Klaar. Die moeten dan de auto in, maar ik moet toch even een paar keer rijden. Want... Zo. Hierheen. Even de auto openklikken. Oh ja, ga dan open. Oh, hij moet ook echt door de wasstraat, Michael. Hij moet door de wasstraat. Kijk, hier liggen er 2 in. Met de oude. Ja, die geven, ja, je kan het niet zo goed. Die waren al echt af. Kijk, als je dit bekijkt. Bijvoorbeeld deze vakje, deze. Die gingen allemaal. Kunnen we dat zien? Al dat stof dat liet los. En hier, dit valt er gewoon af. Die waren gewoon naar de kast op zich niet. Maar wel al die dingetjes die erin zaten. Die noem je dat, die mandjes. En die waren ook een stuk kleiner. Dus dit ga ik zo... dat is mijn klusje voor nu. Die ga ik wegbrengen. Dan weer terug. Dan deze 2 erin. Dan weer terug. Dan wat boven staat erin. En dan ga ik... Even kijken hoor. Dan draai ik even de camera weer om. Zo. Schermpje dat ik mezelf kan zien. Ja. Nou, en als ik dat gedaan heb, dan ga ik Mike als zijn moeder halen. Want die wil natuurlijk ook graag op bezoek komen. Die is zelf niet in staat om met vervoer om dat te doen. En ze was gisteren jarig. Dus het is echt, het was al een rare week. Maar ja, de verjaardag van zijn moeder kwam er ook nog. Dan waren we eigenlijk van plan, hadden we afgesproken om dan maandag te gaan. Bij haar bezoek, omdat ze op de verjaardag wat andere afspraken ook had. Maar ik heb nu afgesproken van, joh, ik haal je op, kom je bij ons, blijf je eten en dan doen we dat gewoon vandaag in plaats van maandag. Want ja, weet je, in de auto met Michael, dat is ook nog een beetje vervelend, we willen niet hobbelen en dat soort dingen. Dus dat is een beetje de dag voor vandaag. Tot zover. Dan ga ik een andere dag weer verder filmen. Zo, hallo, daar was ik weer. Geen idee wat Dennis inmiddels allemaal gefilmd heeft, maar... Dennis die is nu eventjes naar mijn moeder toe om die op te halen, zodat hij hier eventjes heen kan komen. Even gezellig. We gaan straks ook eventjes samen eten. Ook vanwege haar verjaardag van gisteren. Maar ik dacht, ik meld me ook nog maar eventjes. Want ik heb natuurlijk nog mijn pakketjes uit te pakken van de 12 Days of Summer box. En voor vandaag mag ik weer 2 pakketjes uitpakken. Er zit weer een extraatje bij. Dus ik ben weer heel benieuwd. Ik begin eerst even met het eerste pakketje. Bloedje heet. Ik heb net gedoucht. Knap je ook altijd echt onwijs lekker van op. Maar het is een beetje hetig. Maar goed. We gaan eens even kijken. Oh, leuk. Dat is ook weer een schelpje. Kijk.
omdraaien. Dus de achterkant. Oh, daar is de voorkant. Hij wil niet. Zo. Leuk schelpje. Met ook een klein kraaltje eronder aan. Dat is ook weer een ontzettend leuke steekmarkeerder. Tot nu toe vind ik ze echt allemaal ontzettend leuk. En het is ook echt strandthema, zomerthema. Dus dat heeft Alexa echt super leuk gedaan. En er zit dus voor vandaag een extra cadeautje bij. Dus we zijn nu 17 juni. Dus even kijken wat daar voor leuks bij zit. Het blijft een rare tik voor mij dat ik altijd iets open wil maken en de stickertjes heel wil houden. Oh, dit is handig. Ik heb vandaag ook echt zo'n dag dat ik dacht van, vandaag gaat het lekker. Pijn is nagenoeg weg, dus ik ga mijn pijnstillers ook afbouwen. Maar echt de hele dag laat ik al van alles nog wat op de grond vallen. Dat is zo vervelend. Net met douchen ook. Liet ik een tube tandpasta op de grond vallen. Fles shampoo liet ik uit mijn handen vallen. Echt. Maar goed. Kijk, er zit een ring bij. En volgens mij maak je... Oh, die maak je hier open. Ja. Kijk, en dan kan je dus de steekmarkeerders allemaal aan gaan hangen. Zodat je ze allemaal bij elkaar hebt. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dus uiteindelijk als ik hem helemaal compleet heb. En alle steekmarkeerders zijn uitgepakt. Dan zal ik ze hier ook allemaal aan doen. Dan kan ik ook weer een leuke foto ervan maken. Maar weer een leuk extra cadeautje. We zijn dus op de 17e. Hij loopt tot de 21ste. Dus nog een paar dagen te gaan. Maar ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik ben het stilzitten hier op de bank liggen, ben ik echt nu al beu. Echt beu. En dan druk ik het heel zwak uit. Gisteren was de pijn toch nog wel even iets meer aanwezig. Maar daar heb ik ook echt even goed veel in de ronde gelopen. Veel bewogen. Met als gevolg dat ik gisteravond dus gewoon echt compleet gesloopt was. Vandaag toch ook al wel weer aardig wat dingetjes gedaan. Ik ben gewoon mee naar boven geweest om in mijn Walhalla nog eventjes die kasten wat leeg te trekken. Want er stonden natuurlijk nog wat spulletjes in. Ook een aantal keren gebukt en dat soort dingen. Nog wat garen in een andere kast gepropt en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment had ik echt zoiets van, oké, nu moet ik echt gaan stoppen. Want anders gaat de pijn toch wel weer toenemen. En het is nu lekker onder bedwang ook. Dus ik denk, rustig aan. Maar gelukkig remt Dennis me er ook wel in af. Die zei ook van, hup, niet tillen, niks doen, wegwezen. Dus hij let gelukkig ook heel erg goed op. Maar hij is echt... ontzettend lief. Ja. Dat weten jullie inmiddels ook natuurlijk. Hij is echt ontzettend lief. Hij denkt heel erg aan me ook. Ik hoef hem maar iets te vragen en hij pakt het al. En ja, ik heb echt ontzettend veel steun aan hem. Dus daar ben ik wel echt heel erg happy mee. Dat was weer eventjes mijn stukje. Morgen zien jullie mij weer terug. Jullie zien me sowieso elke dag nog eventjes terugkomen. Ook voor het uitpakken van de steekmarkeerders. En ja, verder... Neem Dennis het gewoon lekker over. Dus ik ben heel benieuwd wat hij er allemaal van gaat maken. Daar was ik weer eventjes op zondag 18 juni. Tijd om weer een pakketje uit te pakken van de 12 Days of Summer box van Alexa. Een nieuwe steekmarkeerder. Oh, deze ging nou lekker makkelijk open. Even kijken, wat hebben we voor leuks? Oh, leuk. Het is een steekmarkeerder in de vorm van een cocktail. Om even goed in beeld te krijgen. Kijk. Dat is hem. Echt ook weer een hele leuke steekmarkeerder. Leuke... cocktail. Nou, ik krijg hem niet heel erg lekker goed in beeld. Wel, zo gaat hij ook wel. Hij is weer leuk. Dus dit is alweer van de 18e. Nog 3 te gaan. Dan zit het erop. Nou, vandaag zijn we eventjes naar mijn schoonouders geweest voor Vaderdag.
echt een hele rustige dag achter de rug. Ik merk toch wel dat ik de afgelopen dagen toch wel even iets te veel gedaan had. Ik merk dat dus voornamelijk aan echt de oververmoeidheid. Ik heb echt heel goed geslapen vannacht. Vanmiddag heb ik ook nog 2,5 uur geslapen. En we zijn nog niet zo extreem lang terug. Maar ik heb nu ook wel echt zoiets van... ik ga zo direct nog even een douche nemen en dan lekker in bed liggen. Vandaag ook voor het eerst weer eventjes gehaakt ook. Ik kan hem er wel even bij pakken. Want ik ben weer eventjes verder gegaan met mijn landscape sjaal. Ga ik hem er even bij pakken, want ik heb de bak hier naast me op de grond staan. Even voorzichtig doen, want ik heb ook... steek op de naald staan, dat ik hem niet verlies. Trek de lus gewoon even wat groter, dan heb ik er geen last van. Kijk, ik ga hem toch niet gelijk helemaal volledig in beeld krijgen, maar dit is hem. Daar komt lekker veel kleur in. Ik zit inmiddels op rij 30, wat dus betekent ook 30 blokken haken. Ik zet gelijk weer even mijn naald terug in de steek. Ik ga er nu ook niet meer mee verder. Ik ben echt back af. Dus ik ga zo direct echt lekker een bedje opzoeken nadat ik gedoucht heb. Ik denk ook echt dat de narcose zijn nawerking heeft. Dat ik daarom ook zo moe ben. Maar goed, ik geef er ook gewoon lekker aan toe. Dus ik houd gewoon kort en bondig dit keer. Goedemiddag, het is vandaag maandag. Even kijken gelijk, want dan ben ik al, voordat ik ging vloggen keek ik er nog naar, dan ben ik het alweer vergeten. Maandag de 19e. Ik zou hem eigenlijk bijna gaan aanzetten om te vloggen. En toen stuurde de buurvrouw een berichtje. Dus ik ga zo even terug naar mijn nieuwe vriendjes. De koala's. En, even kijken, staan die er ook al op? Ook moet ik even zo doen. Eekhoorns. Maar dan loop ik dus eerst eventjes de tuin in. Want de buf die zegt, ik heb nog iets voor Michael. Die zitten met een baby. Of ze zitten met een baby. Ze hebben net een baby gekregen. Dus dan we praten vaak door de schutting heen. Dus dan pak ik even de ladder. En dan pak ik dat even aan. Michael is ook net in de tuin gaan zitten. Dus dan loop ik dan eerst even heen. En dan loop ik weer terug deze kant op. Tegen de buf gezegd van ik ga wel gelijk. Ik vlog eventjes voor Mike, maar ik zorg dat je niet in beeld komt. Even kijken, dan gaan we straks ook nog even hierheen. Want dat was crisis! Maar ik heb het allemaal weer opgeruimd. Even een verslag doen van de puinzooi. Dan loop ik naar buiten. Zo. Dan draai ik eventjes het beeld om. Zo, daar zit Michael. En nog heel even blijven zitten. Nee, ik ga naar binnen toe. Nee, want de buf komt naar buiten, die heeft iets voor je. Dus ik pak even de ladder. En dan pak ik het eventjes aan. Moet ik de camera even overnemen dan? Ja, ja, maar dan kan je in een actieshot van mij dat ik op de ladder klim. Ja, niet eraf storten, hè? Nee. Die ervaring die hebben we al. Ik zie het al. Oh jee. Ik heb geen drank of zo, maar ik hoor. Oeh, kijk, wel een leuk pakketje. Ja, want hij zit aan licht en hij zit. Ja, het ging eigenlijk in het begin beter dan nu, denk ik. Ja, ja. Nou, ik zou je niet op het beeld zetten, buf. Nee, maar ze, hij heeft nu, zou eigenlijk eerst, zei hij gisteren, van nou, ik ga afbouwen met Nicolo van Akker, dat soort dingen. Maar het is niet gebeurd, hè? Want het wordt allemaal weer donkerblauw, paars en de steken beginnen erger. Dus iets te snel gegaan misschien in het begin. Ik dacht, dat valt eigenlijk al mee. En dan nu ineens, bang! Ja. Oh! Toch net iets te snel. Ja. Ja. Nou ja. Denk er maar goed om. En, Ja, maar dat doe ik ook hoor. Ja, ja, kijk. Wacht, kunnen we eventjes... Oh, lekker.
Ik heb het nog niet gezien eigenlijk, wat het drankjes, gezonde drankjes. En is dat bovenste, is dat honing of niet? Of is het jam? Oh. Een beetje gekke smaak, maar ik denk... Heel lekker, ananasmeloen. Oh, jij bent wel van de ananas. En de meloen ook. Ja. Lekker. Nou, fijn. Oh ja, de meloen, ja, die heb ik gehaald. Ik heb watermeloen gehaald. En hoe noem je die andere dingen? Die galia meloenen? Ja, dat zou ook moeten. Ik wou net zeggen, stort er niet vanaf. Daar hebben we ervaring mee. Alles voor het vlog. En niet weer een gebroken elleboog. Die heb ik... Ja, dat was wel deze ladder ook, ja. Ja, die stond daarom. Ik hoger. Ja. Lekker, dankjewel. Ja, graag gedaan. Denk erom en ik spreek jullie wel. Ja, ja, is goed. Ja? Ja, doen we het even zonder camera. Dag. Dankjewel. Zal ik die, neem jij dat mee? Of nee, dan gaan we gewoon naar binnen. Ja. Dan ga ik verder met mijn nieuwe... Kaarsen. Die wou ik even in beeld doen. Oké, okay, nou, ik heb de camera nou toch vast, dus dan kan ik het wel even filmen voor je. Oh ja, okay, leg het even hier neer, wacht wel even de kaart. Oh. Het gaat niet zo snel hoor. Jullie in deze moeilijke periode. Lief. Van wie zou je zijn? Geen idee. Hoeft niet voor te lezen. Nee, dat doe ik ook niet. Nee, dat doe ik niet. Kijk, die gaat hierbij. Ja, zo. Want de kaartjes beginnen zomaar een klein beetje aan te... Hier stonden mijn verjaardagskaarten, maar die heb ik nu daar even... Dus die gaan... We gaan nu ruimte maken. Joh, je bent al bijna weer jarig. Die kaarten mogen nou al een keer weg. Oké. Okay. Ik ging dus hier voor staan. Zou ik beginnen. Oh ja, en toen stuurde de buf appje. Ik ben even goed hier begonnen. Maar ja, de koala's, die zijn nieuw. Ik heb gelijk een voorraadje gemaakt. Allerlei kleuren. Hele koala. Ik kan het nu niet zien. Ja, ja, precies. Echt heel mooi. Echt een hele familie. Ja, en deze twee zijn ook nieuw. Dus de eekhoorns. Eekhoorntjes. Ja, twee modelletjes dus. Ja. Ook gaaf. Super schattige. En een hele blije. Ja. Dus, nou, die heb ik dus van het weekend gepost op Facebook, op de pagina. Ja, want de markt ging niet door. Dus nee, de zondag... Maar het was gisteren zo ontzettend warm. Mijn moeder zag tegenop, Sanne zag tegenop. Ik zat ook erg te twijfelen. Ja, warmte kan ik niet goed, maar ja, kaarsen. Hè, ze hadden natuurlijk 30 graden voorspeld en hebben wel een partytent mee. Maar ik denk, ja, het is toch een beetje, het is een risico. Ja. En toen stuurde mijn moeder eigenlijk al voordat ik van, ja, weet je, moet je het wel doen. Die was bij Sanne in Schagen en die hadden eigenlijk los van elkaar ook van... Moeten we het wel doen? Gaan we daar in die hitte? Dus toen heb ik gezegd van nee we doen het niet. En voor de kaas vind ik het ook wel... het kan echt wel wat hebben, want het duurt even voordat het smelt. Maar het wordt natuurlijk wel iets zachter. En als ik dan ga vervoeren en... Ja, dus nee, is niet doorgegaan. Nee. Dus ik dacht van nee, dan doe ik even goed. Post ik ze eventjes op. Ja, op dus deze kaarsjes die staan nu op de pagina van Dan. Ja, en dus ik heb die kunnen jullie ook bestellen. En het ging om deze. Deze mal had ik net helemaal gevuld. Dat is dus de poes in bak. Ja, en hier staat een zo'n eekhoorntje. En die zet ik aan de overkant neer. Ik ga terug en ik klap hem zo. Wauw. Dus het lag hier allemaal over die lonten. Onder dat kooktoestel tot en met hier. En ik hoorde het daarachter ook nog. En naar voren hier op de grond allemaal over dit kastje. Ja. Dus het was weer gezellig. Ja, het was in ieder geval nog niet zo'n grote mal als wat je met de eerste keer had gedaan, dat die echt over de hele keukenvloer heeft. Ja, nee, oké. Okay. Maar dit was wel... Het was ook crisis. Dit was wel crisis, ja. En ja, het updateje van de tuin wou ik ook nog doen. Ja, doe je dat straks even. Ik heb naar de camera toch vast. Dan kan ik gelijk de steekmarkeren van vandaag even laten zien. Oh ja, ga jij de steekmarkeren van vandaag even zien? Ja. Wat gaan we eten? Geen wat idee. Wat wil je? Waar heb je trek in? Wat is helend? Nou, momenteel heb ik nog niet echt heel veel trek. Nee. Dus kijk maar. Kijk maar. Ik ga even een steekmarkeerder pakken. Wacht, ik neem hem even over. Dan film ik jou eventjes met je steekmarkeerder. Oh nee, blijft actie. Dat zijn dan niet de meest charmante beelden om te gaan gebruiken. Nee, gewoon alles gewoon erop klappen. Nee. Hebben we die bosbloem al in beeld gehad van je werk? Oké. Okay. Ja, heb ik ook al gedaan. Gisteren, het is die zuiper. Ik weet niet wat dat is met jouw werk. Zijn dat zo'n die zuipers ook? Ja joh, die houden allemaal van een borrel. Wat, hij was helemaal, het ging al snel en toen ineens... Gewoon een beetje te hangen. Toen heb ik toch weer behoorlijk wat water bij moeten doen, want het was helemaal opgezopen. Opa zit. Echt. Ik zie er ook zeer florissant uit. Nou, dat zei ik gisteren al. Nou, ik heb het een beetje het idee dat die narcose zijn nawerking nu heeft.
En ja, dat is de moeheid. Maar die steken, die pijnen, nee, dat, die pootjes staan niet goed. Die moeten uit elkaar. Nee. Oh, daar staat hij rechterop. Ja. Oh, die gaat straks, die gaat straks. Nee, hij staat goed zo. Wel een beetje scheef. Dag 10 van de 12 Days of Summer. Oeh, even muziekjes zien te vinden. Gaan we dus even kijken wat voor steekmarkeer er vandaag weer bij zit. En dan verdwijn ik weer uit beeld en dan neemt Dennis het straks weer over. Dat is ook weer een grote steekmarkeerder. Beetje parelmoerachtig. Ook weer een hele mooie. Ja, het is gewoon een parelmoerkleurige cirkel. Misschien iets van een oester of zo. Mijn camera, ja, daar ga ik weer. Maar in ieder geval weer een mooie. Dus die zit ook weer mooi bij de collectie. Het zijn echt hele leuke steekmarkeerders. Dus daar kan ik zo direct ook weer een fotootje van maken voor op Insta. Daar deel ik ze nog steeds volop en er wordt ook leuk op gereageerd. Dus dat ga ik zo direct weer eventjes doen. En dan geef ik het vlog weer over aan Dan. Zo, inmiddels terug van boodschapje. 2 pakketjes ingeleverd. Nou, hier tussendoor. Ik weet niet hoe Mike dat in de weekvlog erin zet. Misschien op volgorde of niet, maar heeft Mike eventjes zelf wat gevlogd. Ja, ik had aangegeven, deze was omgevallen en die was mislukt. De volgende ook mislukt. Dus ik heb een nieuwe. Even kijken, ja. Voorraad gemaakt, net op kleur gebracht. Dat heb ik niet gefilmd, dus mist een beetje kleurstof erbij gedaan. Hier is deze. En dan ga ik deze vullen. Oh, ja, ik kijk een beetje raar hoor. Ja, deze vullen. Ga ik dan eerst met de föhn eventjes de mal voor verwarmen. Want anders dan kans op... Dan komt die kaas er gewoon minder mooi uit. Dan stolt het even te snel. Voor die tijd heb ik de mal ingespoten met siliconenspray. Zodat die er iets beter uit kan komen. Zo... Nou, meer ga ik er nu even niet vullen. Dan het lontje even in het midden. Deze mal heeft er niet zoveel last van, maar ik doe altijd toch even een beetje. Kijken of er eventueel luchtbelletjes. Maar dat is ook nu niet het geval. Zo. Schakelen. Dan ga ik even de tuin in voor een update tuin. Ik neem ook gelijk wat medicijnen mee voor Grace. En begint ze ook wat slechter te drinken. En ze vindt dit eigenlijk hartstikke lekker. Dus dan combineer ik dat met gewoon een glas of een beker water. Dat dan geeft, dan slikt ze zomaar door. En dan heeft ze ook gelijk het water binnen. Zo. Even de tuin in. De wasmachine staat aan. Het was wat frisser vandaag. Wel lekker, maar de zon begint nou toch weer aardig zijn best te doen. Zo. Even kijken. Dat alvast eventjes. Hier op de grond. Zo. Ga ik even de camera omdraaien. Zo. Nou. De zonnebloemen. Oké, hier ligt Grace trouwens zo. En Rebel is even aan het kijken. Wat ik daar nou net op de grond zet. Zonnebloemen. Lekker door. Ik heb ook
2 zijn er naar mijn ouders gegaan en 4 naar de buren. Dit zijn er ook nog steeds eigenlijk te veel voor deze bak, dus er gaan er nog wel een paar uit. Dit is nieuw, een grote aardbeienplant bij mijn ouders vandaan. In zijn geheel erin gezet en hij is, gaat lekker door. En daar is toch nog uit een klein zaadje die we zelf hadden gedaan, komt een plantje. De bramenstruik, hier deze, de bessen, daar zag ik in. Kijk hier, die bladeren begonnen een beetje samen te trekken en er zaten allemaal mieren in. En als ik nu boven kijk, even kijken hier, hij moet wel even, kijk, zijn deze bladeren beginnen ook, er zitten dus wat beestjes in. Deze heb ik ingespreid met water en groene zeep en dat heeft goed geholpen. Dus ik ga dat, kijk, hier zitten ook nog. Er is iets aan de hand in deze, niet heel erg, maar ik ga hem toch nog even insproeien met water en groene zeep. Deze komen heel mooi in de schaduw, hele mooie bloemen. Ik blijf de vorm wel apart vinden. Hey baby, oh ja, kom ook even kijken. Bijzonder. Eerst komt het er al zo uit te zien, die knopjes zo. En dan komt het eruit in sprietjes. Dit gaat ook allemaal lekker, komt goed op. Bakken aan de buur doen het nog perfect. Deze roos zitten. Nou, hier nog een knop. Hier komen een nieuwe knop in. Deze kant. Mooi in bloei. Deze gaan heel. Deze wordt heel groot al. Is toch weer anders, heb ik het idee. Ja, de bladeren lijken erg op elkaar, maar toch benieuwd. Deze bak komt helemaal op zo. Dus lekker zomers. Hey, Grace die gaat. Die is erbij gaan liggen. Gracie. Nou, ga er even bij zitten. Allemaal nieuwsgierige aagjes hier. Libby. Hey. Daar loopt Duncan. Kom maar, Dunkie. Kom eens. Nee, denkt hij. Ik zit daar wel lekker in de schaduw. En Rebel denkt, stel je voor dat daar een plantje op komt, laat ik er overheen lopen. Doe je. Oh jee. Nou ja, Grace. Die voelt zich gewoon niet lekker. En Gracie. Doet weinig meer eigenlijk. Vandaag blikjes besteld. Ja, dat is niet het goede eten wat ze moet hebben. Dat speciale nierdieet, maar dat eet ze gewoon niet. Ook de brokjes, echt mondjes, maar heel weinig. En dan had ik nog een ander blikje, verschillende soorten geprobeerd. Nou, nog één blikje. En die heb ik met lepeltje per lepeltje heb ik er gegeven. En dat had ze best wel op. Een half blikje had ze daarvan op. Kleine blikjes zijn het. En ik denk van ja, weet je, helemaal niet eten is ook niet goed. En als je dan dat speciale voer niet wil, eet dan maar gewoon wat je wel lekker vindt.
Want ja, meer kunnen we er toch niet zo van doen. Zo. Nou, dan fop ik er gewoon een beetje. Dan pakken we nu gewoon water. Zo. En dan gaat ze lekker water drinken. Kom maar. Overal bij. Kijk, daar is Dumpy. Ja, jij mag er ook bij, kom maar. Eens kijken van de week. Deze twee waren echt, rennen de hele tuin door. Met elkaar lekker aan het spelen. Zeg. Hoe dat? Nou, voor nu het rondje gehad. Dan wie weet vanavond nog eventjes er anders van de week. Als het goed is, wat we voorspellen morgen. Morgen naar buiten. Ze voorspellen wat regen en onweer. Het zou wel lekker zijn. Eventjes een verkoelend douche eroverheen. Ja, dat gaan we zien. Ik ga hem voor nu weer uitdrukken. Nou, het is inmiddels dinsdag, tijd voor weer een pakketje, het ene laatste pakketje van dag 11, 20 juni. Dus die gaan we weer eventjes uitpakken om te kijken wat voor leuke steekmarkeerder erin zit van Alexa. Van de 12 Days of Summer Advent Box. Gaat toch altijd snel, hè? Zo'n pakket uitpakken met die dagen aftellen. Zo begin je ermee en zo zit je alweer bijna op de laatste dag. Oh, leuk. Kijk. Dit is hem. Proberen stil te houden. Dat is de achterkant. En de voorkant is hij dus wit. Ik noem het even een libella. Ik denk ook wel dat het is. Of een klein vlindertje. Maar aangezien we een beetje in het zomerwater thema zit de strand. Noem ik het gewoon even een libelle. Leuke, mooie steekmarkeerder. Dus die kan ik straks ook weer eventjes op de foto zetten voor Instagram. Dan kan ik hem daar ook weer posten. Er wordt echt ontzettend leuk op gereageerd, ook op Instagram. Het is vandaag dinsdag. Werd vanmorgen door het ziekenhuis gebeld of ik in plaats van donderdag vandaag kon bloed prikken, dus dat heb ik gedaan. Ik heb mijn afspraak eventjes verzet. Dus we waren eventjes naar het lab geweest om bloed af te nemen. Het is echt bloedfysiek het benauwd. Echt blug. En eigenlijk de hele dag wel een beetje wind gehad, maar het begint nu wat stiller te worden. Dus misschien stilte voor de storm, want ze hebben het erover dat het echt wel eventjes flink los kan gaan. Het wordt ook echt drukkend warm. En de lucht buiten wordt ook wel iets donkerder. Dus wie weet dat het toch nog wel wat gaat vallen hier al. Ik ben heel erg benieuwd. Gisteravond heb ik ook de video online gezet. Waarin ik dus uitleg waarom ik geopereerd ben. Ik zit ondertussen even een dent te kijken. Die loopt weer iets te showen. Ja, het was alweer een tijdje geleden. Maar ik stond in de Oh, keuken. Je was klimpaal voor Rebel. Ze springt ineens in mijn buik. Hij heeft genoeg ruimte? Genoeg houvast, ja. Maar die nagels die doen toch zeer. Dus je sprong gewoon vanaf de grond, hop, zo je buik in. Ja. Ah. Hing ze. Ja. Ja, ga maar vliegen vangen, ja. Ja, dat gaat ze nu ook doen. Het stikt ook van de vliegen momenteel binnen, maar Rebel houdt zich daar lekker mee bezig. Die heeft het er altijd maar erg druk mee, dus die vliegt er nu ook lekker achteraan. Maar even terugkomend op gisteravond. Toen heb ik dus de video online gezet waarin ik dus uitleg waarom ik geopereerd ben. Nou echt, het ontploft. Echt ongelooflijk. Nog nooit is een video van mij zo ontzettend hard gegaan. Hij is inmiddels al over de 3000 keer bekeken. Bijna 300 reacties zijn er ook al opgegeven. Allemaal heel lief, heel positief. Kom er dus ook achter
door de reacties die jullie dus ook achterlaten, dat ik ook bij sommigen van jullie ook een stukje bewustwording heb weten te creëren. Dus daar ben ik ook al heel blij mee om dat te horen. Dat sommigen dus gewoon in het gezin nu ook gezegd hebben van, joh, mannen, elke maand controleren, want dit wil je niet. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. Maar echt allemaal ontzettend bedankt voor alle lieve berichtjes die jullie eronder geplaatst hebben. Ook op de socials waar ik de aankondiging van die video heb gezet. Er komen ontzettend veel lieve reacties onder, ook heel veel steunbetuigingen ook. Dus echt, dank jullie wel daarvoor. Echt, het ontploft. Echt. Dit had ik totaal niet verwacht, maar wel heel erg blij mee. Dus dank jullie wel. Ik las ook een aantal reacties onder de video van dat sommige van jullie het duimpje omhoog niet wouden geven, omdat ze dat een beetje respectloos vonden. Geef die duimpjes gewoon wel lekker, want ook het duimpje omhoog is gewoon een steunbetuiging en ja, daar putten we ook gewoon echt heel veel kracht uit. Dus alle mogelijke manieren van jouw steun uiten naar mij komt gewoon over. Ben ik jullie ontzettend dankbaar voor ook. En het geeft me ook gewoon extra veel kracht om er nog positiever tegenaan te gaan. Dus dank jullie wel daarvoor. Echt hartverwarmend ook. Totaal niet verwacht dat het zo zou ontploffen. En ja, ik ben er wel heel erg blij mee dat het dus... ja, zo op gereageerd wordt ook. Het geeft me echt heel veel kracht, heel veel steun. Dus ja, dank jullie wel daarvoor. Ja, voor nu laat ik het er weer eventjes bij. Want het is... nou, ik ga al. Doeg! Dennis neemt het over. Nee, ik neem het niet over. Ik laat even zien, kijk. Oh ja, ook zo. Bloemen gehad van Berg. Van een andere locatie. Twee bossen bloemen van Michael's werk en een bos bloemen van mijn werk. Ja. Hele mooie bossen. Ga ik weer even terug. Ja, als, nou, je mag het overnemen hoor. Als collega's kijken, dank jullie wel ook allemaal. Echt super lief. Inmiddels ook al behoorlijk wat kaartjes ontvangen, ook namens collega's. Dus echt, er komt van alle kanten komende steunbetuigingen, gelukswensen en dat soort dingen. Dus daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Nou, Dennis ook. Ik spreek denk ik echt wel namens ons beiden daarin. We voelen ons echt enorm gesteund. Dus ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dank jullie wel daarvoor. Ik houd u weer eventjes hierbij, want het is de week dat Dennis het vlog overneemt. Dus ik ga de camera nu uit tikken. En dan kan de, ja, ik tik hem uit. Wat heb ik? Nou ja, ik ben aan het inpakken. Ja, had het nog over een tuinupdateje en dat soort dingen. Dus dat kan je nog doen. Heb ik gisteren gedaan. Oh, heb je dat gisteren al gedaan? Ja, heb ik hem eventjes langs alle de potten gehaald. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat krijg je er dus van als je zelf niet vlogt. En dan weet je niet wat er gebeurt. Dus ook alleen maar leuk. Ja. Dus ik druk hem nu uit. Mijn deel is weer gedaan. Jullie zien mij morgen weer met het laatste pakje het van de 12 Days of Summer. Dan kan ik wel even filmen. Ja, dan kan jij filmen. Ja, want het gaat over Noord. Ze zeiden ook code oranje voor heel, de rest van de hele behalve Noord-Holland is. Maar als ik nu op de buienradar kijk, denk ik van... Waarom? Dan denk ik dat de rest van Nederland code... Maar ja, dat is vaak zo, hè. Dan zie je het aankomen en dan ineens, woep, weg. Ja. Maar we zullen zien. We zullen zien. Ik ga in ieder geval voor nu weer sluiten. Jullie zien me morgen dus nog eventjes met het laatste pakketje. Of de twee pakketjes van de laatste dag zit er een extra pakketje bij. En dan ja, draag ik het weer over naar Den. Het gaat stormen. Zit die bakken wel bij elkaar? Misschien dat ze dan wat beter blijven staan. Ja, misschien wat meer naar achteren. Het is wel lekker die wind. De eerste onweersklap. Inmiddels een beetje te regenen.
wind. Oeh. Wat? Heb jij dat nooit voordat het gaat stormen, dat je een beetje wild wordt? Nee. Oeh. Oeh. Zo, klaar. Het is weer geweest. Oh, het is veel te warm ervoor ook. Wat? Je, voordat het regent, koel je weer een beetje ja, af. Ja, nee, maar ik sta onder het platje. Aftakje. Ja, oh ja, het platje. Jij noemt alles platjes. Ik noem alles platjes, ja. Dit is de voordeurplatje. En achter is het achterplatje. Oeh, vets. Is het achterplatje. Jee, het regent. Lekker, lekker, lekker. Lekker. En we staan... Nou ja, onder het platje. Onder het platje. Is het iets West-Fries of zo, het platje? Ja, ik denk het. Oeh, het gaat nu nog harder. Lekker. Ah, maar het is van Effie. Ze hebben ooit eens gezegd dat als het onweert dat je niet met de paraplu moet gaan staan. Ja, maar ik hou plastic vast. En ik heb niet zo'n punt. Oké. Ik doe net of het heel hard waait. Zo. Het ziet er heel raar uit. Ja, nee, laat maar. Maar je wou een weersverslag doen, toch? Nee, toch niet. Een live verslag vanuit, midden in het oog van de storm. Ha. Maar dat moet nog komen, want dit... Dit rooit er niet op. Nee, het is wel... Het komt al wel een beetje af. Dat is ik hoor wel de gras van de buren. Als je heel goed blijft, ja. Ja. Het schreeuwen. Lekker, meer, meer, meer. Nou ja, als het zo een paar uurtjes doorgaat, is het op zich best lekker. Want dan kan de grond het ook beter opnemen in plaats van zo'n stortbui. Pascal, ja, ik zal eventjes doorfilmen nog. Ik zal even kijken dat we net... Dat ik net keek, dat is zeg maar anderhalf uur geleden, toen was het nog 29 graden buiten. Toen koelde het al af voor de buien, was het 27, nu regent het. Ik zal even kijken wat het nu is. Waar ga je dan? Binnen. Hij zegt nu buiten temperatuur 21,7. Oh, en het was? Het was 29. Toen, ik denk een uurtje later ging het al naar 27 voor de bui. En nu met de bui, nu 21. Dus oh, het is lekker. Echt, lekker. Snel nu die regen dat het naar beneden. Lekker. Oh, het is vandaag zo vies. Lekkerig, ja. Benauwd. Lekker de ramen open straks als dit zo. Ja. Even kijken. Lekker de hut doorpakken. Dat vierkantje, ja, het is wel een heel groot vierkantje, want wij zijn met een heel klein stipje. Maar daar zitten wij nu. Nou, het valt alles mee. Ja. Er zitten niet echt enorme grote rode vlekken in. Nee, het zwakt alweer af. Er was wat meer rood in. Ja. Maar goed. Beter iets dan niets. Ja. En daar was ik weer op deze woensdag, de 21ste. Waar heb ik ze hier? Het is zomer en dat betekent de laatste pakjes uitpakken van de 12 Days of Summer Advent van Alexa. Mijn naam is Leslie. Twee pakjes vandaag. Dus we sluiten sowieso af met een steekmarkeerder. Die gaan we eerst even openmaken. Oeh. Hier. Oh, die is mooi. Met een mooie vorm van een schelp. Met, oh, andersom. Zo. Met hele mooie kleurtjes erop. Een mooie regenboogschelp. Excuus. Een mooie regenboogschelp. Echt weer een hele mooie steekmarkeerder. Cool.
zo even een fotootje van maken. En dan het laatste extra pakje. Oh, Rebel is weer op vliegenjacht. Eens kijken wat dit voor leuks is. Stickertje van Amelisli. En een leuk blikje. Daar kun je dus de steekmarkeerders eventueel ook in gaan bewaren. Leuk. Dus je kan ze of los dus in het blikje gaan bewaren. Of dus eventueel aan de ring die we eerder in het pakket al hadden. Leuk. Dus dat was de laatste. Ik ben wat kaars aan het maken. Ik heb er net 3 uit de mal gehaald. Uit deze. Eentje en deze 2. De eekhoorntjes. Die staan. Hier. Die moet ik nog eventjes... nabewerken, zo afveunen, ga ik straks doen. En dan ga ik van de eekhoorntjes, ga ik straks degene die ik heb, op de tafel zetten om even een foto te maken voor op de pagina. Maar ik ga nu dus eerst even, deze heb ik al klaargezet. En ik was al aan het veunen, ik had hem al vol verwarmd. Toen dacht ik, oh, pak eventjes de camera erbij. Dus ik ga straks verder met veunen. Een paard, nou, die is, nou ja, die gaat heel vaak mis. Die is weer terug, kijk. De ene keer gaat het goed, de andere keer heel veel luchtbelletjes onder de achterkant. Dus ja, jammer. Maar goed, gaat niks verloren. Gaat hierbij en dan wordt die opnieuw gebruikt. Ik ga het toch nog weer proberen, maar dan met een donkergrijze kleur. Ga ik het nu proberen en deze 2 staan alweer klaar om gevuld te worden. Deze laat ik leeg. Hier is de pan met donkergrijs. Het lijkt al wat lichter als je dan in de pan zit, als het gesmolten is. Daarom is het ook nog wel eens lastig in te schatten. Want uiteindelijk komt het toch een stuk donkerder eruit en wordt dat zo. Maar goed, ik vind hem goed gelukt. Hij is er mooi uitgekomen. Die ga ik straks even opnieuw in de bakker doen. Hier heb ik er 4 van. En deze, ja, die mal had ik eerder, dus daar heb ik er wat meer van kunnen maken. Dan nu even een foto van maken. Nou ja, en foto's. Ik heb het idee. Even een aantal en die zet ik dan op de Facebookpagina van Tennis Candles. Hi, baby. Het is vandaag vrijdag, de... Oh, hoeveelste is het vandaag? 23 is het. Zaterdag 24, zondag 25. Maar ja, het is vandaag, ja, precies, ja, 23. En ik ga zo nog even wat in de tuin doen. Dus en daarna ga ik douchen. Net... onze schoonzus aan de telefoon gehad, Joyce. Daar gaan we straks heen om 3:30. Er is daar, ja, het is ook een dorpje, kermis. En het is eigenlijk een beetje een, ja, ook wel een beetje een klein beetje een spannende dag weer. Want ja, vandaag, vrijdag, gaan alle artsen bij elkaar zitten. En dan alle uitslagen van Mike bespreken. We weten dat dat vandaag is. Waarbij we dan natuurlijk maandag de uitslag krijgen. Maar ja, ergens weet je in je achterhoofd van, nou ja, nu zijn alle uitslagen echt binnen. Ook van wat ze natuurlijk verwijderd hebben van de operatie, van het pathologisch onderzoek. Dus alles komt nu bij elkaar en dat gaan ze bespreken. Dan denk ik van ja, een beetje afleiding. Dus weet je wat, laten we vanmiddag lekker eventjes eruit gaan. Dan blijven we ook eten, de schoonzus. En daar hebben ze dus even dat kermisje over. Gewoon eventjes even een hoofd...
nou, andere dingen. Maar we moeten er nog wel een paar uur overbruggen tot 3:30 te weggaan. Nou ja, ik hou mezelf al wel bezig. Maar ik wilde eigenlijk voorstellen zo aan Mike, die zit binnen te haken, om het weekvlog al af te sluiten. Want ja, dan kan hij straks lekker achter de computer, kan hij de boel bewerken. Dus dan kunnen we het weekvlog gaan afsluiten samen, dat we straks doen. En als hij dat doet, is hij lekker bezig. En dan denk ik ook een beetje aan de oproep die ik heb gedaan aan het begin van dit weekvlog. Met het adres en de kaartjes. Ik wil nog even apart zeggen. Ik weet niet, ja, dan ben ik dan vergeten of ik dat apart benoemd heb. Dus ik zeg het, anders zeg ik het nu voor de dubbele. Dat ik nog wel eventjes extra wil benoemen. Dat ik het nou ja, erg op prijs stel van de super uit het veld. Dat die daaraan mee willen werken. Want ik heb eerst ook nog iets dichter bij ons geprobeerd. Maar die zei van nee, het kan niet. En dat soort dingen. En zij zeiden meteen, ja, prima. Dat is leuk, dat doen we. Dus nog eventjes extra bedank je aan de super in het veld. Dat ze mee willen werken aan het ontvangen van eventueel kaartjes voor Mike. En daarbij, als Mike het wel gaat bewerken en al uploaden vandaag. En er zijn mensen die dit filmpje vandaag al zien. Die zouden in theorie al een kaartje op de bus kunnen doen. Waarbij het ook op de zaterdag al bezorgd kan worden. En nou ja, dus ik denk dat we zaterdag wel eventjes naar mijn ouders gaan in het veld. En dan heeft hij mogelijk al wat kaartjes voordat we maandag natuurlijk de of goede of minder goede uitslag te horen krijgen. Dus dat, maar goed, en nogmaals, ten eerste voel je niet verplicht om een kaartje te sturen. Ik zou het alleen maar heel leuk vinden en zo niet. Er zijn ook onwijs veel. Ik heb heel veel berichten onder onze gezamenlijke, noem je dat? We hebben natuurlijk samen een video opgenomen over Mike's operatie. Oh, die reacties daaronder zijn echt heel erg veel. Dus weet je, dat is ook al hartstikke leuk om te lezen. Ja, dus dat. Dus ik loop gewoon even naar binnen. En dan zeg ik tegen Mike, we zullen vandaag afsluiten en dan kan hij hem gaan bewerken. Komt hij online voor de zaterdag. En dan zullen we wel zien of er wat kaartjes binnenkomen voor hem. Oeh. Hi. Even kijken. De mensen thuis willen graag weten hoe het gaat vandaag. Bleh. Het is vandaag bleh. Oké. Okay. Ja. Wat maak je? Ik ben bezig met een landscape. Een landscape shower hier. Oh, hij is wel. Oh ja, daar was je al een tijdje mee. Ik herken nou, maar hij is wel een stuk groter geworden. Alle bloemen op de achtergrond zie ik. Ja. Wil ik er een rijtje erbij aan het haken? Ja, gewoon met een kleedje over je benen. Mm-hmm. Maar ik had al gezegd, het is vandaag natuurlijk de dag dat ze de boel gaan bespreken. Dus dat we er even uitgaan vanmiddag. En heb ik ingesproken van wat nou als Mike, als we nu, dan gaan we nu de weekvlog gaan we sluiten. Niet morgen, maar nu. Mm-hmm. Dan kan je nu zo achter de computer duiken en dan kan je dit bewerken. Mm-hmm. Kan je hem online zetten. Dan heb je wat te doen. Ja. Je hebt eigenlijk nooit wat te doen, nee. Nee. Maar dan heb je iets anders. Wat het rond. Ja, nee, maar kijk nu, zeg, iedere haak dat je denkt van, oh, dat is de bloeduitslag, weer een haak. Oh, nee, dat is het patholoog. Kijk, dat heb je niet als je achter een computer zit. Weet je niet. Nee, dat weet ik ook niet. Maar nou, tegen de tijd dat je daar dan klaar mee bent, dan gaan we lekker naar. Het zal wel even duren nu. En toen was de batterij leeg. Blijkbaar knippert er ook iets in beeld dan, dat zie ik dan natuurlijk niet. Even kijken. Eventjes die even goed zo. Dus, batterij verwisseld. En dan draai ik het. Wat gebeurt hier? Oh, een vlieg. We onderbreken dit programma voor een live reportage. Even omdraaien. Pak hem. Oh, ze vreet hem op. Oh, wat lekker. Wat is er lekkerder als lunch? Even kijken, hoe laat is het? 5:00. Awesome. Ja, kijk, dat kan niks tegenop. Het is gezond, insecten zijn helemaal in. Oké, okay. En dan gaan we deze kant op.
We hadden het over bewerken en toen zei jij, het zal wel even, en toen was de accu leeg. Ja, het zal wel even duren dit keer. Het zal wel even duren dit keer. Ik heb geen idee hebben wat jij allemaal gefilmd hebt, dus ik moet het echt helemaal doorploegen. Ja. Dus het bewerken zal wel even wat langer de tijd in beslag nemen nu maar. Ja, want je hebt ook niet in je hoofd van, nou, wat is er gefilmd en wat komt daarna eens, want je moet het echt helemaal gaan, Ik weet alleen natuurlijk de stukjes die ik gefilmd heb voor het uitpakken van die steekmarkeerders. Dus voor de rest, ik heb geen idee wat Zo, zo heel filmen. Erg veel heb ik nou ook weer niet gefilmd. Want ik bedoel, zo interessant ben ik ook weer niet. Maar er staan wel dingetjes op en, denken de kijkers anders over. Oh, heel interessant. Nou, en Rebel heeft net nog even gestart, want die is op zoek naar een vriend. Ja. Yeah. Er is een gerebel, ja. Dit is dus de vierde keer al, hè? Dat hebben we nog nooit meegemaakt met een... nou hebben we natuurlijk onze poes die we hebben, die zijn al gewoon heel lang bij ons. We hebben niet heel veel... de eerste die we zijn verloren, dan is Gizmo. En dan alles is maar ook Gizmo of Grace, die nu nog is. Weet je, dat wij nooit zo, dat ze vier keer achter elkaar... dachten van, ik ben op zoek naar een vriend. Dit is echt... Ach ja, Rebel is gewoon in elk opzicht een apart beest. Ja. Hoor je dat? Ja, zo hoort dat. Ja. Oké, dus jij gaat even... Maar gaan we dat doen? Jij gaat hem nu bewerken en dan kan hij gelijk heuplaat. En, kijk even in de lens. Wacht even. Ja. Het oproepje wat ik doe in deze video... Ga je bewerken en erin zetten. Uh-huh. Zie je? Dat heb je nu gezegd. Ja. Zeg maar ja. Ja. Oké. Zie je? Dus hij moet kijken. Ik heb daar geen invloed op. Maar hij zit achter de knop. Ik weet niet hoe het werkt. Dus als hij zegt van ja, dag, knip, 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 knip. Dat doen we niet. Doen we wel. We gaan het doen. Dus, dat dus. Wat knippen? Alles eruit knippen? Nee, niet knippen. Niet knip in de knip. Jij hebt kijk hier, daar is knip in de knip. Maar hebben we niet dat... Nee, dat was niet knip, we snij. Oh ja, was snij. Dat doen we, ja. Misschien heeft hij ook wel geknipt, daar was je helemaal niet bij. Wegzakkie. Ja, daar was je helemaal niet bij, wat hij er allemaal... Nee, gelukkig niet. Nee. Dus dat, oké. Verder nog iets te melden? Dan moet je eventjes, nou bedankt voor het kijken, bladibla. Als je nog niet bent geabonneerd, je kan op het belletje drukken. Allemaal dat soort dingen hoor ik je vaak zeggen. Ja. Leuk dat je kijkt. En als je kijkt en je bent nog niet geabonneerd... Ja, dan gaan we dus nu afsluiten. Dus ik ga ook eventjes deze afsluiten. Kan ik hem even aan de kant leggen. Ja, mensen denken ook van, hallo, even aandacht erbij. Ik ook nu uit, hatsa. Die even aan de kant, die een beetje goed aan de kant. Dan ruimen we het gewoon allemaal even op. Ja. Doe het gewoon even. Neem je het nou over? Ja. Oh. Ja. We moeten afsluiten, toch? Nou, wacht, nog eventjes met niet gekeken, maar ik had al gezegd... Dat ja, ik nou, ik heb al koeptroep op mijn kop staan. Dat is waar. Knak. Nee, dan steek ik er nog goed bij af. Ja, ja precies. Ja. Oh, kijk, oh, wat leuk! Alsof het afgesproken is. Nou. Hè? Ja, einde van het weekvlog. We gaan hem afsluiten. Het was dus de eerste week dat Dennis het vlog soort van overgenomen heeft. Hoe vond je het? Het was verschrikkelijk. Ja. Nou, ik wel iedere keer van, ik heb nog niet iets gedaan vandaag. Even moet hebben het idee van, ik moet altijd waar. Maar nee, dat gewoon niet gedaan. Een paar dingetjes met kaarsen gedaan, met verder tuin en allemaal... Gewoon een paar dingetjes. Geen idee wat hij allemaal gedaan heeft. Dat ga ik dus straks zien met het bewerken. Ja. Laten jullie het gewoon ook al eventjes weten, hè, onder deze video. Wat jullie ervan vonden. Dat Dennis dus nu ook aan het vloggen geweest is. Want wie weet, in de toekomst kunnen we dat gewoon vaker gaan doen. Hè? Dat het gewoon een gecombineerd vlog gaat worden. Dat ik bezig ben en dat Den dan ook zijn dingetjes doet. Je hebt natuurlijk laatst al een keertje een vlogje in een vlog gedaan. Oh, dat was toen met de tuin, dat je in de tuin bezig was. Oh, die ben ik denk ik, vlogje in een vlog. Ja, nee. Ja. Toen had ik dat gewoon... vond ik zo erg. Je hebt het statief andersom. Dat is heel irritant. Oh, het statief zit. Oh ja, inderdaad, de knopjes. Oeh. De op het statief zitten ook nog knopjes. Maar die zitten dus nu aan de andere kant. Hij gaat hem nu omdraaien. Nee, laat even zo totdat. Oh, daar gaat hij al. Dat voegt niet. Zo. Hij voegt het wel. Ja. Ja, kijk. Dan heb ik gewoon een betere houvast. Mm-hmm, zie je het. Ja, dus laat gewoon eventjes weten wat jullie ervan vonden. Of jullie het leuk vonden dat Dennis nu het vlog overgenomen had. Ja, en jullie zeggen van Mike, vaker moet terugkomen. We hebben jou liever niet in beeld. Dat we het voortaan gewoon zo doen. Oh, beter, ja. Ja, dus dat je je eigen kanaal maar hebt. Ik ben altijd blij geweest dat je in de video's mag komen. Oh.
Maar goed, einde van dit weekvlog. We gaan sluiten. Ja, ik zei al, dat is vandaag een beetje een brug dag. Vanwege het MDO wat ze vandaag dus hebben. Of misschien al hebben gehad over mij. MDO, multidisciplinair overleg. Mensen, ja, die, het ja, hele behandelteam dus rondom helemaal. Mij... wordt vandaag allemaal besproken. Ja. CT-scan, operatie, pathologisch onderzoek, bloedonderzoek, CT-scan, alles wordt vandaag besloten of besproken. En op basis daarvan wordt er een beleid afgesproken. En dat horen wij dus maandag. Dus, ja. Maandag om 14:15. Ja. Dus, nou, mijn ouders die belden van de week. En die zeiden van jullie moeten daar helemaal niet samen heen. Wij komen jullie ophalen met de auto. Als er dan geen goed nieuws is, dan hoef je ook niet terug te rijden. Ja. Dus wij komen jullie ophalen. Wij gaan gewoon lekker het restaurant in, dat soort dingen. En na het gesprek rijden we jullie weer naar huis. Dus dat is ook wel even beter. Ja. 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 Kijk, dus slecht nieuws wil je helemaal niet rijden. Maar goed nieuws, dan zijn we zo. Dan gaat die auto, dat wil je ook niet. Dus eigenlijk is het gewoon niet goed om goed nieuws of slecht nieuws gewoon niet rijden. Ja. Nee. Dus we worden gaan het gehaald wel zien. En gebracht. Ja. En weer gehaald en weer teruggebracht en al dat soort dingen, ja. Even afwachten nog. Het is eventjes door de bekende zure appel heen. Ja. Maar goed, overleven we ook wel weer. Er zijn ergere dingen. Maar ja, we gaan in ieder geval nu echt het weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Laat het vooral eventjes achter in de reactie onder deze video. Alle informatie is ook verder terug te vinden in de beschrijving onder deze video. Dus neem er ook vooral eventjes een kijkje. Dus onder andere Dens pagina op Facebook en zijn e-mailadres staan erin voor de kaarsen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan zou ik het heel erg tof vinden als je dat gaat doen. Doe dat door eventjes op de abonneerknop te klikken die je ook hieronder vindt. Oh, maar mij ook, dat wou ik ook nog. Dacht ik van, oh ja, als ik dan iets wil zeggen, wat moet ik zeggen? Ja. En nu ineens dan vergeet ik dat. En dan zeg ik, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet eens precies hoe het goed werkt bij Facebook. Maar je hebt dus bij Facebook, ik vind je pagina leuk. En je kan op volgen drukken. Dus ook een beetje als allebei YouTube, doen. Toch? Allebei doen. Ja. Want als je naar zijn pagina gaat, dus volg, vind ik leuk. Ja. Klik gewoon lekker overal. En ik doe niet spammen. Nee. Ik doe af en toe een fotootje posten en dat valt allemaal wel... kijk, je moet natuurlijk wel YouTube hebben, of YouTube, Facebook hebben, maar ja, dat is nou eenmaal... ja. Maar je hebt dus en volgen en je hebt vind liken. Leuk. Vind ja. ik leuk, ja, weet ik. Voor allebei, dus dat heb gewoon ik eigenlijk... allebei lekker doen bij hem. Ja, want er zit een verschil tussen likes en volgers, zag ik wel. Dus dat is eigenlijk net als bij jou. Je hebt kijkers en je hebt abonnees. Ja. 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 Nou, je hoeft niet abonnee te zijn, of je hoeft niet te volgen per se of bij de Facebook. Maar het is maar, wel leuk als je dat gaat doen. Want dan krijg je ook, net zoals bij mijn video's, krijg je gewoon automatisch een berichtje als die weer wat gepost is. Dus ja. Like en volg deze pagina, abonneer je bij mij, klik op het belletje dan ook en dan krijg je gewoon overal de meldingen van. En duimpje omhoog zouden we ook enorm waarderen. En dan gaan we nu echt afsluiten. Dus ja. Dank jullie wel voor het kijken. Wij gaan elkaar sowieso volgende week weer terugzien in het nieuwe weekvlog. Geen idee hoe die week gaat lopen, maar dat gaan we allemaal wel zien. Dus ja, in ieder geval bedankt voor nu. En dan zien we elkaar volgende week weer terug. Of we zien elkaar in een andere video van mij. Dus tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg.